Hoewel ontwikkelde landen al in de basisbehoeften van hun samenlevingen hebben voorzien, voordat klimaatactie hoog op de wereldagenda stond, moeten de ontwikkelingslanden die status nog zien te bereiken. Zo sprak president Chandrika Prasad Santokhi op zaterdag 2 december tijdens de G77+ China Leadership Summit in Dubai. De summit was onderdeel van de COP28 en bracht de in G7 verbonden landen bijeen samen met de Republiek China. Santokhi acht het van belang dat het mondiale zuiden zich consistent kan aansluiten bij de aanpak van cruciale kwesties en als zodanig zijn agenda kan uitstippelen. Hij stelt dat Suriname, maar ook de overige ontwikkelingslanden, de economische kansen voor hun samenlevingen niet zullen wegnemen en zullen doorgaan met het boeken van vooruitgang in duurzame economische ontwikkeling.